Wat gaat er nu gebeuren na de verkiezingen? Hoe ziet de formatie eruit? En wie worden de nieuwe bazen van Nederland? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep-parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen de Podcast. De leukste politieke podcast van Nederland. Als je dat aan mij vraagt. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan. Dylan. Ja, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Ontzettend leuk dat we er zijn, al zeg ik het zelf. Het is een week na de verkiezingen en Rutte, Mark Rutte... wordt waarschijnlijk voor de vierde keer premier van Nederland... De verkiezingen zijn geweest. We zitten een week later weer achter onze microfoons. Er waren winnaars, er waren verliezers. En wij zijn toch wel weer een beetje in een zwart gat gevallen, Floris. En ja, we zitten er weer een beetje bleu bij. We zitten een beetje bleu bij. En ook zo'n de podcast was dan wel toch wel weer het enige lichtpuntje, eigenlijk ja. waar ik naar uitkeek. Ja, die, en die ons door deze politieke kater heen sleept. Zeker. Want voor de rest was het een, een behoorlijk diep dal. Een zwart gat, een, een uh, post-verkiezingen trauma bijna. <laughs> ben ik heel erg aan het overdrijven. Ja, Maar ik heb er in ieder geval zin in deze podcast. <laughs> ja, gelukkig wel. Want deze podcast uh, gaan we dus hebben helemaal. We gaan mediteren, filosoferen over die uitslagen. Voorbij dat zwarte gat heen. We gaan op zoek naar het lichtpuntje uh, de, deze aflevering. Want we gaan het hebben over de uitslagen en de aanstaande formatie. We hebben bewezen dat een stem op D66 waarde heeft. We hebben met hard werk laten zien aan de kiezer dat het loont. Maar we wisten het is niet genoeg. En dat weet de kiezer ook. Ze zien het. En ze voelen het. Het is voor de vierde keer op rij. En uh, dat is gewoon heel bijzonder. Is het dan D66 die hier wint, die die tweede plek pakt? Oh! Meneer Klaver, hoe kijkt u naar het verlies van links in het algemeen? Ja, dat is, dat is heel verontrustend. Als er iets nodig is op dit moment, is het wel echt links- en progressieve politiek in Nederland. Maar ook die analyse ga ik op een later moment maken. Ja, en die vraag is u eerder gesteld, maar. trekt u ook een conclusie voor uw eigen rol? Nee, dat doe ik niet. Ja, we hoorden zojuist natuurlijk de overwinningsspeech van Rutte. Van uh, Kaag en ook van Jesse Klaver. We hoorden eigenlijk uh, een aantal mensen natuurlijk de dag na die verkiezingen. Ja, dat is altijd wel echt een politiek circus. Hè? Als die eerste exit pols dan binnendruppelen, dan uh, nemen eigenlijk alle uh, lijsttrekkers nemen even het moment om de media te woord te staan. Uh, en dan heb je eigenlijk echt van die klassieke voetbal. Uh, match interviews die dan ja. een soort van uh, kort even gaan vertellen wat dan wel en, goed is gegaan en slecht is. En wat heel weinig zegt ook vaak. Ja, echt zegt echt heel weinig. Behalve dat de kiezer, dus het vertrouwen heeft uitgesproken dat, die hoor je heel vaak terugkomen. Maar wat wel opvallend was, is dat deze uh, campagne uitslagen. Lijststrekker, uh, lijsttrekker eigenlijk niets van zich liet horen. De grote die... afwezige. Ja, en de grote afwezige winnaar, zou je ook kunnen zeggen. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn... dan onze grote circusdirecteur uh, uh, Thierry Baudet. Ja, want waar was hij? Die, die, de, de verhalen gaan lopen nog steeds uiteen. Had hij een kater? Had die, hij die geslapen? Maar ja, ja NOS die stond voor, volgens mij voor zijn partijbureau... Uh, maar niemand kon hem, kon hem vinden. En er was al een hele uh, twitter reel gaande van... hashtag uh, waar is Thierry... Um, nou ja, en dat, dat, dat brengt me eigenlijk bij het volgende. Want wij missen sinds de verkiezingsuitslagen ook uh, ons eigen, ons eigen dier politiek naam. dier. <laughs> Waar is Jochem? Jullie missen hem misschien al, of misschien niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar er ontbreekt hier ons derde metgezel aan de podcasttafel voor het eerst in uh, 17 afleveringen. Ja. En hij is kwijt sinds de verkiezingen. Ja, en we hebben eigenlijk geen flauw idee waar hij is. Dus lieve luisteraars, weet je waar hij uithangt. Uh, Stuur tips met de uh, hashtag: Waar is Jochem naar de redactie? En dan hopen we hem snel weer terug te vinden. En dan hopen we eigenlijk dat de volgende aflevering die er gewoon weer bij is. Ja, ja. dus uh, lieve mensen, we gaan het deze week dus hebben... over die uitslagen en over de formatie. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even over de opkomsten. Want er kwamen geweldige cijfers binnen over de omkomst. Zeker onder... De omkomst. <laughs> uh, over de opkomst onder jongeren. De betrokkenheid werd ook aangejaagd door shows zoals die van de kiesmannen. We hebben er enorme vaart in zitten. We abzuilen van het dak van een paradiso als zwevende kiezer. En tegelijkertijd verwerken we in de rap politieke thema's of doen we dansjes naast... Een in, in de vorm van een soort van persconferentie. Anderhalve meter duizenden jongeren keken online en ze werden geholpen door andere initiatieven, zoals dit Instagram account met korte citaten uit de programma's. Juist uh, campagnes vanuit de jonge generatie ja. die gewoon op een toffe manier en met een bon van energie andere jongens uh, en meisjes naar de stembus proberen te slepen. Doe maar tandjes. En... <laughs> Oh, jongens, jongens. Yeah. Dit was, ja, dit was Floris uh, op RTO Nieuws. Ja, yeah, prachtig fragment. <laughs> nee, maar wat, ja. Je kwam niet heel lekker uit je woorden. Nee, maar, nee, je, nee want ik was Jochem kwijt. Dus ja, was je heel was Jochem kwijt. Ik snap dat ook. Maar um, hey, je, je maakte wel een leuk punt. Want wij werden gevraagd, uh, bijna als helden binnengehaald. Wat natuurlijk nee. heel onverdiend als was. Als uit het fragment, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want wat was er gebeurd? Er, er is een, enorm, een record... Uh, opkomst onder jongeren teweeg gebracht. Uh, de opkomst onder jongeren van 18 tot 24 jaar was 80%. Is een schatting nog, naar aanleiding van de Exit poll. Ze moeten nog zien of het echt zo is. Maar vier jaar geleden was dat nog 67% en vooral een stuk lager dan het algemene opkomstpercentage, wat toen ook rond de 80% lag. Dus geweldig nieuws, ook zoals jij toen zei, Flos. Um, want hoe kwam dat nou ongeveer? Jij zei van er zijn heel veel initiatieven geweest. Nou ja, het is natuurlijk een beetje vis. Hè? We, hebben, we hebben inmiddels de cijfers van hoe hoog die opkomst is. Althans, een schatting daarvan. Maar we hebben nog niet echt onderzoek gedaan naar waar dat vandaan komt. Ja. Onze inschatting is eigenlijk dat het door twee dingen komt. Ten eerste door. Aan de ene kant de tijd waarin we leven. Corona maakt heel duidelijk dat politieke keuzes direct invloed hebben op hoe wij leven met elkaar. Dat, dat merk je bijvoorbeeld als student nu van de manier waarop je onderwijs krijgt. Nou, dat wordt direct bepaald in Den Haag. En aan de andere kant, wat misschien nog wat toffer is om te zien, is dat er nu echt momentum is van initiatieven en grassroots movements vanuit de jonge generatie zelf. Die op een hele eigen manier weg van de politiek, weg van, van Politiek Den Haag. Eigenlijk hun achterban gaan activeren om, ja. uh, om te gaan stemmen. Ja, we hebben heel veel van die initiatieven langs zien komen. We hebben sommige hier ook besproken. Dus echt van lokale, zoals in Amsterdam Noord, Noordvoeders... tot uh, Instagram-kanalen als Check Je Stem, De Motiemeter, Programma's in Post... Um, en ook een van de hele coole campagnes, we hebben zelf ook nog een campagne op de achtergrond gedraaid. Stemmen, die was niet hefstek, zo cool. <laughs> Stem herstig nadenken. Nee, dat was heel cool. Nee, dat was heel Met heel Piet Parra en allemaal. Maar een andere, even props Precies, to someone een, else. een andere hele coole campagne die ook heel veel biculturele jongeren vooral hebben weten doen opkomen. Uh, is van de campagne Represent Jezelf... Ook hele coole filmpjes gemaakt, uh, campagne gedraaid, uh, ook op Instagram, interviews gedaan. Uh, en een van die founders daarvan, uh, die hebben we gevraagd om ook even te reflecteren op hoe het nou komt dat zoveel jongeren zijn gaan stemmen. Hier is Younes Douari. Hey kiesmannen, Younes hier van Represent Jezelf. Uh, thanks dat ik mee kan doen. Allereerst ben ik super blij uh, met de hoge opkomst uh, van, uh, van de verkiezingen. Ik denk dat we uh, met z'n allen, dus heel, dat bedoel ik dus niet alleen van represent, represent, maar ik denk ook de kiesmannen, maar ook bijvoorbeeld de campagne van stemmen. En alle andere mensen die zeg maar op hun eigen manier, of alle organisaties die op hun zeg maar in hun community. Uh, de, dit thema uh, zijn gaan bespreken. Ik denk dat we overal uh, daar zeg maar, uh, van kunnen leren. Dat het beste, uh, het beste middel om democratische participatie te bevorderen. Is als we iedereen ook die eigen verantwoordelijkheid geven om dit thema te bespreken met z'n allen. En uh, ik, denk dat we dat, uh, ik denk dat we daar uh, met z'n allen van, van, van elkaar kunnen leren. Dat het een uh, gedeeld ding is. De democratie is van jou en van mij. En als we dat uh, met z'n allen bewaren, dan, uh, dan gaan we als het goed is met z'n allen stemmen. Dus uh, oké, okay, hoi. Ja, dat was uh, Younes Dwari van uh, Represent Jezelf. Dus, van een hele coole campagne. En wat hij volgens mij terecht zei, eigenlijk beaamt ook wat, wat jij eerder zei. Dat er dus heel veel verschillende grassroots initiatieven waren. Uh, die allemaal laten zien dat we het, het samen eigenlijk moeten gaan doen. En uh, dat was volgens mij het leuke aan uh, deze campagne, deze keer. Ja. En we hebben het samen dus gedaan. Het volk heeft gesproken. En uh, daar is natuurlijk ook een uitkomst uitgekomen. En in een nutshell zou je eigenlijk kunnen zeggen... we hebben vier grote winnaars. VVD, D66, FVD en een paar nieuwe, nieuwe partijen. Ja, bondgezelschap. Ja. En begon natuurlijk eigenlijk met uh, de grote winnaar... voor de vierde keer op rij. Hij zou wel eens de langzittende premier van Nederland kunnen worden. Mark Rutte. Ja, ik ben ontzettend blij, echt ja. ontzettend blij. Het is voor de vierde keer op rij en uh, dat is gewoon heel bijzonder. Uh, en ook de eer te mogen hebben om in een paar grote crises die we hadden... de economische recessie en de vluchtelingencrisis... en nu de coronacrisis om het voortouw te mogen hebben als grootste partij... dat, is, ja, dat maakt ze heel nederig. Ja, die Mark Rutte, hij flikte dan toch maar weer. Hè. Het ging veel over natuurlijk de leider, uh, de VVD, de crisismanager... hoe hij ons door die coronacrisis heeft geleid... Um, en de VVD-top is volgens mij ook wel vooral opgelucht. Hè. Uit de eigen peilingen bleek de afgelopen week vooral ook een beetje toch een dalende trend van de VVD. En het kan toch riskant zijn om aan het einde van hun campagne toch dalende te zijn. Maar ze hebben het volbracht, zou je kunnen zeggen. Weer de VVD naar de overwinning geleid. Ja. Het, is, het is toch ongelooflijk knap eigenlijk. En die campagne draaide dus ook weer toch helemaal op Rutte. Hè. Ja. Andere kandidaten kwamen bijna niet aan bod. Een vraag aan de gemiddelde stemmer wie Bente Bukker of uh, Sofie Hermans is. Nou, ik denk niet dat ze dat echt zullen weten. Nee, hoewel die natuurlijk nu wel een beetje worden klaargestoond voor uh, misschien wel het nieuwe lijsttrekkerschap over vier jaar. Dus dat gaan ja, we zien. Dat Bij, gaan we uh, zien. Hele toffe vrouw. Maar vrouwen. toch, volgens de grote vraag is: hoe doet die Rutte dat toch? Ja, want heel even, want die, die um, wat misschien mensen niet vaak realiseren, maar die, die politici die werken maandenlang naar zo'n campagne uh, toe. En dan in die campagne moeten ze 110, 20, 50 procent geven. En dan komt die verkiezingsuitslag. En eigenlijk de dag daarop, al meteen om 12 uur of 2 uur... moeten alle fractieleiders, die ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer zijn gekomen... moeten zich gewoon melden in de Tweede Kamer en dan gaat eigenlijk precies de formatie meteen beginnen. Dus er zit niet een soort van niemand komt op adem. En wat dan toch opvalt is dat Mark Rutte iedereen heeft een beetje walletjes op op schrijven liep er niet helemaal lekker bij. Dat is nog een heel goed Lucky TV filmpje ja, van. Dus ga dat vooral even checken. Maar uh, één iemand die komt daar altijd gewoon met een bom vol energie, grote glimlach binnen, en dat is uh, Mark Rutte. En dan ik hoorde op een gegeven moment ook uh, die gast zeggen dat hij gewoon om half vijf opstond en dan gewoon Helemaal doorgaat, regeert, in de avond nog wat debatjes pakt, Insta live sessie doet en dan denk van: hoe flikt hij dat? Hoe kan hij nou ja, zo energiek blijven? Ik heb dus een theorie. Ik heb namelijk gehoord dat hij dat het grote geheim is om fit te blijven, is namelijk dat hij slaapt op een matras van Matt sliept. <laughs> nee, maar dit is echt niet normaal, want dit nee. matras is zo chill. Het slaapt zo lekker dat die man dus altijd fit blijft. Um, want Mad Sleeps, dat is dus het online matrasenmerk met één soort matras dat je zelf harder en zachter kan maken... door de lagen van de matras om te draaien. En... Het heeft uh, niet alleen matrassen. Het heeft ook een uniek kussen voor zowel de rug als de zijslaper. Volgens mij is Rutte dus iets meer een zijslaper. Ja. Een beetje zo de fetushouding. Ja, maar ik kan me ook voorstellen voor de, onze luisteraars, die hebben, niet iedereen is natuurlijk minister-president en kan zich zo alles uh, permitteren. Maar daar hebben we ze ook een uh, goede oplossing voor. Want je kan natuurlijk ook gewoon alleen een topper kopen. En, uh, Wat is dat topper? Ja, een topper. Als je, als je niet, uh, niet evenveel geld hebt om een gloednieuwe matras uh, aan, te, aan te schaffen, dan kan je kiezen, dus voor een 5 centimeter. Toplaag de topper, en zo pimp je je oude matras eigenlijk op tot een soort van comfortabel bed en het voelt als nieuw, dus misschien is dit wel iets voor Liniane Marijnissen van de SP. <laughs> nee, als kamerlid verdien je natuurlijk ruim veel de... ja, maar bij de SP moeten ze natuurlijk gewoon uh, jouw bedaaltje nee, dat... ja, okay. verdienen, nou, dus uh, draag ze af voor de SP. Er een, een topper en je kunt al deze matrassen en toppers bestellen via matsleeps.com met de code Kiesmannen. Krijg je 100 euro op een twee persoonsmatras en 50 euro op een enkel Zo'n matras of dus zo'n topper. Dus ik zou zeggen: eh, kijk het even en ga ook lekker slapen als Markt. Over toppers gesproken: een andere topper van deze verkiezing was natuurlijk Sigrid Kaag. Ja, die heeft het wel heel goed gedaan ook. Uh, eventjes van, van die exit poll van 27 zetels naar 23 zetels. Maar die deed het toch ook wel weer uh, ontzettend goed. Die heeft momentum gekregen in de afgelopen uh, weken vlak voor de verkiezingen. Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging. Een bevestiging dat wij als enige progressieve partij de afgelopen jaren ook echt invloed hebben gehad en die invloed hebben gebruikt. We hebben bewezen dat een stem op D66 waarde heeft. En ja, jullie horen het al, hè? ze kregen momentum, ze zijn beloond voor hun werk toch in de, tijdens de verkiezingen. En die 23 zetels die ze uiteindelijk hebben behaald, is dan ook nog een stuk beter. Of nou, een stuk beter. Is een vooruitgang ten opzichte van de 19 zetels die deze 60 vier jaar geleden haalden met pech tot. Uh, toen het op één na beste resultaat in 55 jaar geschiedenis van de partij. Um, en het is dus denk ik ook toch best logisch dat de VVD en D66 nu samen een, ja. een kabinet gaan smeden weer. Ja. Ja, maar toch was het een beetje pijnlijk dat ze van die. Want in, bij de eerste extra polls hadden ze 27 zetels. Ja, spring op de tafel. Spring op de tafel. Was er trouwens ook een foto die volgens mij in vijf uh, ja. kranten terecht is gekomen. En dan is het toch pijnlijk dat je er gewoon weer vier verliest. Ja. Dus er staan toch iets, weer iets minder sterk voor. Maar goed, ze hebben gewonnen, D66. Ik denk zelfs dat als het misschien door de campagne nog twee weken langer was geweest, het misschien echt nog wel zo'n twee-strijdje had kunnen worden. Tussen Kaag en Rutte. Ja. Nou, misschien is dat ook we'll, weer iets we'll voor, never de, know. Voor, de, voor de komende vier jaar. Want het is natuurlijk, mensen zeggen nu al: van dit is een goede proefperiode voor Kaag. Kan zich nu bewijzen als, uh, als fractievoorzitter van deze zesde. Misschien wel als vicepremier. Misschien wel als vicepremier. En dan kan ze misschien zo doorstoten naar, naar, naar torentje. Uh, waren het daar niet dat we ook aan de rechterhoek, extreme rechts, zeggen sommige mensen wel, radicaal rechts, uh, ook wel wat partijen nou, een flinke sprong naar voren hebben gedaan. Um, en dan moeten we eigenlijk natuurlijk eerst beginnen met de vorm voor democratie. We hadden het er net al even over. Hebben nu acht zetels behaald. Dus eigenlijk zes zetels meer dan ze vier jaar geleden hebben behaald. En het kleinere broertje of zusje, hoe je het bent of keert, Ja 21, uh, noemen zichzelf uh, realistisch rechts. Zijn ook met drie zetels de Tweede Kamer ingekomen. En dat betekent dat als je kijkt naar de echte rechtse partijen, zoals PVV, Forum voor Democratie en jaar 120, Ja 21, komt uh, die hele groep eigenlijk uit op 28 zetels. En sommige mensen die zeggen van ja, dat is best wel een dingetje. Dus bijvoorbeeld groter dat aandeel zetels dan uh, het aandeel zetels van uh, de LPF, uh, die in 2002. Twee, 26 zetels behaalde. Of de PVV, die in 2010 24 zetels behaalde. Ja, ze worden nu gewoon echt een groot. Ja, echt de uh, re rechterflank naast de VVD natuurlijk nog. Ja, het is ja. Echt een enorm blok nu uh, geworden. Ja. En, en het wordt natuurlijk ook steeds lastiger, want uh, voor de VVD om te zeggen van nee, we regeren niet met die partijen. Want je, ja, Rut heeft heel duidelijk aangegeven, ik ga niet regeren met Thierry Baudet, ik ga niet regeren met PVV. Um, omdat ik met de PVV heb ik dan al eens een keer geprobeerd. Gild wil dus niet te vertrouwen. Thierry Baudet maakte al uitspraken. Ra racistische statements niet uh, terug. Uh, terug uh, soort van... nemen. FVD en PVV die komen sowieso niet in de regering. PVV heeft dat trouwens ook al geaccepteerd. Die hebben eigenlijk meteen gezegd we willen oppositie voeren. De grootste oppositiepartij. Zijn ze toch nog ergens de grootste. Um, maar um, um, ja, 21 daarentegen. Dat is nog wel een partij die eventueel zomaar in de regering zou kunnen komen. En dan vraag je je af waarom? Nou, daar heb ik ook een antwoord op, Dylan. Nou, dat vroeg mij eigenlijk helemaal niet af. <laughs> ik ga het toch geven. Want ja, 21 is natuurlijk de afsplitsing van vormen voor democratie. En wat hebben zij meegenomen? Zij hebben meegenomen eh, maar liefst acht zetels uit de Eerste Kamer. En voor de mensen die onze aflevering hebben geluisterd over de Eerste Kamer en Tweede Kamer... Eh, nou, daaruit blijkt dat het heel handig is om in de Eerste Kamer ook een meerderheid te hebben... Om vervolgens de wet te geven, de wetten er snel doorheen te lassen. Ja, dus VVD heeft het goed gedaan. D66 natuurlijk goed gedaan. Uh, FVD heel goed gedaan. En over de jaar 21 gaan we tijdens het formeren, spelletje, puzzelen, volgende week ook nog meer over hebben. Ja. Wat gaat hun rol daarin zijn? Uh, maar dan eigenlijk moeten we het nog even hebben over die andere kleine partijen. Want er, zat, er komt een heel bond gezelschap de Kamer in. Ja. Bij één die heeft toch nog één zetel gewonnen. Ja, was even spannend. Want we hadden eerst wel een zetel in de exit Polls, Toen weer niet. Toen weer wel. Maar. Uh, zoals ze zichzelf beschrijven, de meest linkse, meest diverse en meest groene partij bijeen komt bij deze in de Kamer, uh, zit ook in het Kamer en dat is uh, onder leiding van Sylvana Simons. De eerste uh, zwarte uh, fractievoorzitter in Den Haag in de geschiedenis van Nederland. Dus dat is wel uh, een lichtpuntje, zou je zo kunnen zeggen. Uh, daarnaast is ook nog uh, de boer- en burgerbeweging in uh, ja, de Tweede ja, Kamer ja. gekomen. Caroline. Die wil graag het platteland uh, naar Den Haag brengen, ook meer beleid voor het platteland gaan voeren. En dat uh, heeft ze volgens mij prachtig uh, afgetrapt doordat ze met haar trekker ook aankwam uh, bij de Tweede Kamer. Maar dan eigenlijk toch wel echt de grote verrassing onder de nieuwe partijen. Dat is volt met drie zetels, een echte pan-Europese partij. Uh, voor het eerst ook dat zij echt met zetels in een nationaal parlement terechtkomen. En uh, dat hebben ze eigenlijk, is hun gelukt, met een hele optimistische, heel positief verhaal. En dat komt ergens ook wel weer terug in, in een quote die ik terugvond van uh, Lawrence Das, de, de, de lijsttrekker van Volt... Die het eigenlijk nog best wel spannend vond wat die andere partijen nou uh, precies vonden van Volt... En of ze het uh, ja, wel leuk genoeg waren eigenlijk voor de Want, andere wat, partijen. Want wat zei die? hij? Hij zei letterlijk um, uh, heel spannend. Um, of uh, de andere partijen ons wel leuk vinden en met ons willen samenwerken. <laughs> uh, is, uh, zo lief. Echt als zo'n brugklasser die de klas inlozen. Uh, oh, ik ben heel benieuwd wat zij eigenlijk van mij vinden. <laughs> Ja, nou ja, die zal vast, volgens mij is hij al gegroeid in zijn rol. En die zal vast enorm nog doorgroeien. Het is nog een, een jonge man. Um, maar dus heel spannend en heel boeiend om te zien dat uh, ook die kleine partijen. Dus nog een versplinterd, versplinterd landschap in uh, politiek Den Haag. Maar dan, het, we kunnen het niet uh, ongenoemd, onbenoemd laten: dat verlies van links, hè? echt. Heel pijnlijk was dat toch wel uh, voor een hele hoop mensen, voor een hele hoop stemmers. De PvdA, SP en GroenLinks hebben nu samen 26 zetels. Uh, GroenLinks was echt gedecimeerd. Uh, en nog nooit in de afgelopen 100 jaar was Links zo klein in de Kamer als Nederland woensdag verkozen heeft. Dus die drie traditionele linkse partijen komen uit op 26 zetels. En als je dan nog die zes van Partij voor de Dieren meeneemt en de ene zetel van bijeen is links alsnog kleiner dan de 38 zetels die de PvdA in, uh, uh, in 2012 tot 2017 had. Uh, ja, dramatisch. Echt een beetje een, een nederlaag voor links. Ja. Uh, ik denk ook wel als je een beetje luisterde naar alle interviews die werd gegeven door linkse lijsttrekkers, nou, dat de bestemming bepaald niet uh, goed was. En wat ook wel interessant is, is dat er nu steeds meer ook wordt gepraat over een linkse fusie. Dus dat idee ligt natuurlijk al langer op. Op tafel, maar bijvoorbeeld Job Cohen, eh, ook oud-lijsttrekker, fractievoorzitter van eh, PvdA. Oud-burgemeester Amsterdam. Oud-burgemeester Amsterdam. Eh, echt eh, niet zomaar iemand zeg maar in de linkse politiek heeft eh, meteen een statement gemaakt en heeft gezegd van jongens, opdoeken al die partijen op links. Gewoon nieuwe naam, nieuwe beweging. Één ja. grote visie, één grote partij op links. Want alleen zo kunnen we tijd nog keren. Ja. Uh, why not? De partijen viseren en splitsen uit elkaar. Dat is, uh, hoort bij het organische proces. Van onze democratie. Ja, Wat ja. ook bij het organische proces hoort van onze democratie... is natuurlijk het hele stemgebeuren. En ik weet niet hoe jij dat uh, had, Dylan, maar... Uh we stonden toen nog met Jochem. Toen was hij nog bij ons. Eigenlijk <laughs> Voordat hij in zijn uh, post-elections-burnout kwam. <laughs> toen zaten we met z'n drieën. Stonden natuurlijk in de rij. En uh, dan ga je stemmen. En omdat corona was, kregen we allemaal een eigen stempotlood. Uh, sommige mensen moesten die weer terug inleveren, Maar sommige mensen mochten dat stempotlood ook houden. Um, want wat was het nou dit keer? Dit keer kreeg iedereen een nieuw potlood vanwege corona. Moet toch wat hebben gekozen? Kost Floris, al die potloodjes, Ja, dus kost daar. <laughs> Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, ik kijk er zeer naar uit om hem zometeen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja, de redactie heeft even rondgebeld. Eerst met het ministerie van Binnenlandse Zaken, toen ook met de kiesraad en uiteindelijk ook met de leverancier van de rode verkiezingspotloden, uh, Toop Sales, Heet ja, die? Ja. ja, dus als je nog wat kleurpotloden nodig hebt. Zij sponsoren deze podcast helemaal niet. Ik weet niet waarom we deze noemen. Maar... Ga dan vooral naar Matt Sleeps om hem vast ja. te kopen. Veel beter dan kleuren. Nee, maar uh, het komt erop neer dat uh, die potloden... die uh, verschillen een beetje hoe duur ze zijn... Van, afhankelijk van wanneer je ze hebt besteld. Uh, dat is drie cent per stuk, maar kan ook elf cent per stuk zijn. Zeventien cent per stuk. Dus, uh, Neem mij mee in dit verhaal. Ja, oh, dus... ik ga je niet meenemen. Maar het, het, sommige gemeentes die hebben er gewoon lang over gedaan... met die bestellingen. Sommige gemeentes waren er, hebben daar wel al goed voortouw in genomen. Maar um, wat we wel weten is dat we ongeveer 20 miljoen stempotloden nodig hadden. Dat is natuurlijk meer dan de mensen in Nederland. En dat komt omdat we eh, reservepotloden nodig hadden op stembureaus. Om inschatting wisten we natuurlijk niet precies wie waar ging stemmen. Dus je kan niet dan het aantal potloden precies klaar hebben liggen. Dus om en om mij 20 miljoen potloden à 10 cent... Nou, dan kom je dus uit op uh, 2 miljoen uh, die we kwijt zijn alleen aan kleurpotloden. Ja, kleurpotloodjes. 2 ja. miljoen kleurpotloden. En, en die heeft iedereen nu op zijn nachtkastje liggen. Nou, niet iedereen, want sommigen hebben die dus gewoon teruggegeven. Ja. Maar wat blijkt dus nu is dat op op Marktplaats is een enorme uh, run op die stempotloden. Want het is echt een collector's item geworden. Dus als je die stempotlood thuis nog hebt liggen. En je, en, wilt, en je wil zo'n matras kopen. Verkoop dan die stempotlood. <laughs> Oh God! Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, ja. nou genoeg gelachen. Hè? Dan, je zou denken nu na al die verkiezingsstress zou je toch hopen dat de mensen even rust hebben, dat wij even rust hebben. Maar niks is minder waar, want er moet worden geformeerd. Maar eerst even te beginnen zonder altijd maar te gaan puzzelen en die partijen bij elkaar te gaan zoeken. Wat is dat formeren en wie zijn uh, die spelers die daar uh, ja, die rondlopen? Formeren kan je leren, zeg ik altijd. Ja, dat is ook zo. Ik vind het ook de titel van deze podcast. Nee. Um... Dus het is natuurlijk, die verkiezingen die gaan uiteindelijk ook over eh, het regeren van ons land. Of het formeren van de regering van ons land. Um, en om dat te kunnen doen, moet je dus uh, wetten door de Tweede Kamer krijgen, door de Eerste Kamer krijgen. En daarvoor heb je een meerderheid nodig in de Tweede Kamer. Uh, in de Tweede Kamer hebben we 150 zetels. Daarvan heb je dus 7, 76 nodig om echt goed te kunnen regeren. Dus nu gaan we kijken met de grote partijen, van hoe kunnen we een regering vormen die in de Tweede Kamer die meerderheid hebben. Um, de grootste partijen van deze verkiezingen zijn natuurlijk de VVD en D66, onder Mark Rutte en Sigrid Kaag. En die gaan nu eigenlijk met elkaar om tafel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe die puzzel gelegd kan worden. Wordt nog wel lastig, kan je niet alvast zeggen. Want uh, d 66 en VVD hebben samen 59 zetels bij elkaar. Dat betekent dat ze nog 17 zetels hebben. En dat moeten ze dus waarschijnlijk uh, binnenkrijgen door uh, samen te gaan werken met twee verschillende partijen. Want geen van de Minstens. andere partijen ja. met wie ze uh, willen samenwerken hebben uh, 17 zetels. Um, maar hoe gaat dat proces nou precies beginnen? Het is eigenlijk al begonnen. Namelijk met die eerste meeting van al die fractievoorzitters... met de Tweede Kamervoorzitter um, uh, uh, gingen ze kijken... hoe en wie moet nu die eerste verkenningsfase uh, doen. Ja, en we hebben dus twee uh, verkenners eigenlijk zijn al aangewezen... door uh, Gadisha Riep, de Kamervoorzitter. En dat zijn Aletta Joritsma van de VVD... en die andere winnaar uh, Kaiza Ollongren van D66... oud-minister en een huidig minister... En uh, die gaan dus uh, eigenlijk praten met die verschillende partijen en uh, vragen aan die verschillende lijsttrekkers. Waar zitten jullie belangen? Zouden jullie samen willen werken met die? Zouden jullie een regeerakkoord willen sluiten met die? Of willen jullie überhaupt niet regeren? Ja. En eigenlijk als die verkenningsfase voorbij is. Want, want heel even, hoe gaat dat? Letterlijk, zij zitten met z'n tweeën in een kamertje... koffie te drinken en dan nodigen ze gewoon... één voor één die lijsttrekkers ja. uit. Iedereen komt even langs op de koffie. Ja, en dan gaan ze gewoon met elkaar babbelen van... nou, wil je met die? Ja, nee. Het is echt een ja. soort van schorrelfeestje. En ja. zij doen dan verslag naar de Tweede Kamer. Er wordt verslag gedaan naar de Tweede Kamer... en dan worden vervolgstappen gemaakt. Dan, en dan worden er eigenlijk al een eerste paar... grove selecties gemaakt. Een grove uh, pot met potlood omlijnde coalities getekend, zoals we ook sommige mensen... al in de kranten natuurlijk hebben gedaan. Ja, het puzzelfeest is al begonnen. Ja, en dan uh, wordt er een informateur aangesteld. Uh, ook door de Tweede Kamer wordt die aangesteld... in opdracht om een specifieke coalitie te onderzoeken. En het ligt dus voor de hand dat de VVD en D66 daarin zitten... en dan uh, dus één, twee of drie andere partijen. Um, en het zou, zou ook zomaar kunnen dat die informateurs... Dat, dat er weer twee zijn. Dus dat Joritsma en, en Olongren uh, dat stokje uh, van zichzelf eigenlijk uh, verder <laughs> overnemen. Um, en dan, um, en dan uh, coördineert de Tweede Kamervoorzitter, uh, die, gaat, die gaat die procedure een beetje regelen. Maar dan is het de bedoeling dat die informateurs vervolgens ook de onderhandelingen coördineren en tot een regeerakkoord komen. En het zou zomaar kunnen dat er een optie één is. Uh, die niet slaagt. En dan wordt er weer een nieuwe uh, informatieproces. Uh, informeringproces. Gedaan. Ik weet niet hoe je dat zegt. Dan. Heel ingewikkeld. Ja. En dan. Um, dat lijkt me ook. Dat is ook best lastig. Dat, dat slaagt niet altijd gelijk. Maar, uh, en als, als dat dan eenmaal gelukt is. Er zijn een paar opties verkend. Uh, er is geïnformeerd. Uiteindelijk als er dan een regeerakkoord ligt. Dan gaan we naar de formateur. Ja. En die formateur is dan de beoogd. Uh, Minister-president, wat voor de hand ligt dat dat Mark Rutte zal zijn. En uh, die formateur gaat dan over de personele invulling van het kabinet. Ja, dus die gaat die ministertjes bellen van... Yo, zou jij misschien uh, minister van Financiën ja, worden? Jo zou jij misschien... Uh, ja, precies. Ja, hey, Wopke, jo. <laughs> <Ja>. Hey, Woppert. <laughs> <laughs> um, dus dat is de formateur. En die formateur wordt dan uiteindelijk ook uh, beëdigd als okay, minister. Dus heel even, we hebben een verkenner. Dat is een soort van eerste informele gesprekken. Dan een hebben we de formateur Die puzzelen. gaat al iets meer puzzelen. En dan heb je de formateur. Is die puzzel eigenlijk al gelegd? Maar wie, Poppertjes. Uh, wie zijn de problemen? Inderdaad. En dan hebben we eigenlijk nog één grote, grote jongen die ook nog even mag komen shine. En dat is natuurlijk de koning om uiteindelijk het kabinet te beedigen. Ja. Uh, en dan is het uh, ja, eigenlijk de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we een kerstvers kabinet. Maar zo ver zijn we nog niet. En de vraag is ook nog een beetje: hoe lang gaat dit hele feestje duren? Um, de snelste formatie was trouwens uh, kabinet Drees 1 na de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me goed voorstellen dat mensen er dan ook goed klaar mee wa waren en snel aan die wederopbouw wilden beginnen. Toen zijn ze erin geslaagd om in 31 dagen echt zo'n kabinet um, uh, ja, eigenlijk te beedigen en, en een regeerakkoord te hebben. Binnen één maand. Binnen ja. één maand. Um, dat regeerakkoord, is misschien ook leuk om het even te melden, was veel, veel kleiner en minder uitgebreid dan dat we dat nu hadden. Dus nu hebben we altijd hele uitgebreide regeerakkoorden. Helemaal dichtgetimmerd. Helemaal dichtgetimmerd weinig, weinig ruimte om nog uh, vernieuwingen in te brengen. Uh, maar vroeger was het zo dat je gewoon een paar viertjes had aan regeerakkoorden. Dit zijn de hoofdlijnen en aan de hand daarvan gaan we regeren. En uh, doordat we dus een veel meer dichtgetimmerd rege regeerakkoord hebben, sinds de afgelopen paar verkiezingen. Uh, duren die formaties ook veel langer. En de langste formatie was ook uh, op rekening van Rutte uh, zelf. Rutte 3 was dat. Die hadden maar liefst 225 dagen nodig om echt tot een uh, kabinet te komen. Um, dus laten we hopen dat we dat niet weer gaan krijgen in deze coronatijd. En ik heb Joris mij al horen zeggen dat ze het liefst voor de zomer klaar zijn met het kabinetsformatie. Nou, maar verlos, ik heb dus namelijk een briljant idee om dit proces een beetje te versnellen. Ja. En uh, onze aandacht ook van onze producers, van alle mensen thuis er wat meer bij te houden. Ik denk dat het tijd is voor een waanzinnig wetsvoorstel. Een waanzinnig wetsvoorstel. Ja, want kijk, om echt neutraal te blijven tijdens die verkenningsfase, moeten we dat volgens mij helemaal niet aan die politici overlaten. Niet aan de VVD'ers, niet aan de D66. Maar gewoon, uh, ik, ik stel dus het concept BN'ers als verkenners voor. <laughs> He, dat, dat, we zetten gewoon en Linda de Mol. Die, die zetten we daar gewoon neer. Of <laughs> Dave Roelvink We zenden het uit op RTL 4. En de mensen kunnen daar lekker van genieten. Die kunnen daarvan gaan smillen. Is het Leontien? Is het Marco of is het Mark Rutte? <laughs> die zetten we met elkaar aan tafel. Volgens mij houdt uh, die politieke interesse die we nu zo hebben een gekweekt. Van. Die houden we lekker vast. Wie kunnen nog meer doen? Nou, ik dacht bijvoorbeeld ook nog Yvonne Jaspers. Dat is zo'n empathisch iemand van eh. Van de, voor de boeren ook natuurlijk. Eh. Uh, of Martijn Koning. <laughs> die, ja. die gewoon iedereen keihard afvakkelt tijdens die formatie. Dat iedereen eigenlijk niet meer wil regeren. Dat, ja, dat iedereen ook kunnen. wegloopt uit de studio. Uh, uh, anyway, BN'ers oh. BN als verkenners. Ik denk dat dat een gouden recept is. Ik ken nog wel andere leuke BN'er. Jo oh. Jochem Jordaan. Maar ja. <laughs> die, die zijn we kwijt. Dus dames en heren, nogmaals. Als jullie tips hebben van waar die is. #waar is Jochem Jordaan. Uh, want... Ja, het brengt ons ook wel misschien een beetje bij het pijnlijkste punt van deze hele podcast. Zonder Jochem hebben we natuurlijk ook geen goede afsluiting van deze podcast. Ja, geen Binnenhof ik Ik mis hem zo. Maar Floris, ik bedoel, wij gaan. Wij gaan hier wel wat aan doen. Wij hebben dit helemaal met z'n tweeën gedaan. het afgelopen half uur. Het was ploeg, het was zwaar. Uh, maar het moeilijkste moet nog komen: de Binnenhofballade van Jochem Jurdaan. Maar gaan we het gewoon proberen? We gaan het proberen. Maar voordat we dat gaan doen, lieve luisteraars. Uh, vandaag uh, hebben we dus heel even kort gehad over. wat die formatie allemaal in zich houdt. En ook wat een soort van de eerste politieke duiding waren. rondom de verkiezingsuitslagen. Volgende week gaan we ook echt samen puzzelen. Dus stay tuned. Uh, maar tot die tijd, geniet nog even van. Een eigen Binnenhof ballade van naar Heurm en Florence Rijsselmeer. Tot ziens. Kies mannen back to back. Oh, Al yeah. je. Verken je mij? Verken je Dan, verken ik jou. Dan verken ik jou. Maar de vraag die blijft is: Vertrouw ik jou? Weg naar een nieuwe natie. Met deze formatie ga jij naar links, links dan ga ik naar rechts. Ja. Zij was links, maar jij bent weg. Ik wil wel met jou, maar jij niet met mij. What? Ik geef jou financiën. De landbouw is voor mij. Tjit tjit. Wil jij energie? Dan krijg je wonen voorbij. Kan je leren Samen regeren Nu is de tijd Om het tijd te keren meer kan je leren Samen regeren Nu is de tijd Om het tijd te keren maar. Jochem, Jochem, waar ben je? Kom alsjeblieft terug